Theo, de gezellige markt hier aan de Krommekamp, een kleedjesmarkt en een kofferbakverkoop. Ik kan me vorig jaar nog herinneren, dat was niet zo'n hele beste editie, hè? Nee, maar het was iets meer. Het was ook in augustus was het toen, hè? Toen hadden we in april hadden we alleen maar kleedjesmarkt hebben gedaan. En toen was volgens mij de kleedjes was wat, maar toen op een gegeven moment tegen 12 uur een hele hoogstbui. Ja, toen hadden de kinderen dat natuurlijk op een gegeven moment bekeken en toen gingen ze ook naar huis. Dus dat klopt inderdaad vorig jaar, ja. Maar kijken we naar deze dag. Het is prachtig weer en de bezoekers komen toch graag even neuzen. Ja, de bezoekers komen wel neuzen. Ja. Nee, ja, ik vind gewoon de boekingen, dat valt tegen. Dus maar ja, als je ook hoort, Ermelo is wat te doen, Put is wat te doen, Dronten is voor me wat te doen. Dus omliggende plaatsen is allemaal heel veel te doen. Dus, ja. Hoeveel plekken heb je hier eigenlijk in totaal? Ik zou het niet zo uit mijn hoofd kunnen zeggen, want het ligt eraan natuurlijk of mensen ook met een andere wagen en alles komen, met een bus komen en dergelijke. Dus, maar ik denk dat ik er toch wel een autootje of... Nou, ik denk wel ja, 30 tot 40 zou ik wel kwijt kunnen, denk ik. Ja. Maar de mensen die er staan zijn wel heel erg enthousiast over de activiteiten die de wijkvereniging sowieso organiseert. Dat hebben we zojuist even gehoord. En daarbij, de verkoop doet het altijd wel goed. Ja, maar is ook zo. Hè? Kijk, het hoeft helemaal niet heel druk te wezen of zo. En je hoeft vaak niet veel bezoekers als mensen maar willen kopen bij je. Want dat is het punt ook. Het gaat niet om of heel veel volk komt. Maar als je spullen verkoopt en je kosten komen eruit, dan ben je voor mij altijd al tevreden. Tenminste, dan zou ik tevreden wezen. Dan heb je de kosten weer terugverdiend. En alles wat je dan verkoopt is weer meegenomen weer. Kijk, en je hoeft geen honderden kopers te hebben. Maar als mensen gewoon bij je kopen, dan gaat het gewoon om.